Goedemorgen, ik ben Wim van Gils, de voorzitter van de werkgroep Beleid en Financiering. Het voorbije jaar hebben we aan twee dossiers gewerkt die belangrijk zijn voor de gemeente. Eén, de studie over de besteding van de gemeentelijke saneringsbijdrage, waarvan de resultaten bekend zijn gemaakt op de Vlaardingedag. En twee, de infiltratiebonus, die mensen moet aansporen om regenwater niet op de riool te lozen, maar op hun eigen terrein te infiltreren. Daar is een nota over gemaakt en die ligt nu op het politieke niveau. Het komende jaar houden we de vinger aan de pols voor de herziening van de Europese richtlijn stedelijk afvalwater en gaan we meewerken aan de uitgaventoetsing of de spending review die is opgestart en die moet ervoor zorgen dat de middelen die vanuit Vlaanderen naar de gemeente worden gestuurd om hen te helpen bij hun watertaken, dat die effectiever ingezet zullen worden. Belangrijke zaken dus en u hoort nog van ons.